Je kunt geen gamers vinden dan Kaya en Mia. Gamen is hun leven en niets kan hen afleiden van het bereiken van de hoogten van e-sports. Meiden, het is hier een puinhoop. Jullie zijn het contact met de realiteit kwijt door jullie games. Geen consoles meer, totdat jullie je kamer hebben opgeruimd. Mam! Maar voor die gelegenheden hebben de zussen een plan B in de vorm van andere gadgets. Kijk welk spel ik heb gedownload. Wat een lef, je hebt huisarrest. Tenminste, 5 minuten langer. Niet een smartphone. Dat is zo vreed. Er is geen andere manier om met je om te gaan. U kunt uw kinderen niet weghalen van de computer. Ze kunnen geen dag leven zonder spelletjes te spelen. Dan is Troom Zomerkamp precies wat u nodig heeft. Haha, we leren ze 1 op 1 te zijn met de natuur. Er is geen ruimte voor gadgets, apparaten of gezeur op dit kamp. Ze zullen leren hoe te overleven in de wildernis. Troom Zomerkamp zal ze helpen op het juiste spoor te komen. Inpakken, jullie gaan daarheen. Echt niet? Nee, 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 je maakt een grapje, toch? Ze maakte geen grapje. Ugh, ik vind het hier niet leuk. Is hij het echt? Gegroet, jonge verkenners. Breng jullie spullen daarheen. Dat is die gek uit de advertentie. Erger kan het niet zijn. Ik zal je verslaan. Jij stinkende ork. Wat doen jullie hier? Het is al 2 uur geleden en jullie hebben nog niets gekookt. Stop met rotzooien. Jij, snij het fruit. En jij, schil de groenten. Doe normaal en leer het echte leven. Jij bent degene die hem kwaad heeft gemaakt. Dat is niet waar. Het is jouw schuld. Hey Mia, vangen. Kia! Wow, het is me gelukt. Ik ben een echte fruitninja. Hier gaan we. Deze tandem is niet zo makkelijk te doorbreken. Mia en Kaya kunnen elk virtueel spel heel echt maken. Oh ja, we scoren maximale punten. Vergeet het laatste fruit niet. Auw! Wat voor puinhoop heb je hier gemaakt? Hij is boos. Oh, ik zei dat je iets te eten moest maken en je besloot om al het eten weg te gooien. Echte padvinders gedragen zich niet zo. Allemaal door jou. Nee! Meneer Walker is een echte padvinder en hij is altijd op zijn hoede. Wat was dat? Maar de meisjes kunnen zo stil zijn als een ninja. Mijn lieve zegeningen van de beschaving, ik mis jullie zo erg. Hé, doe niet zo gek voor de tijd. Is er een spel? We moeten om versterking vragen en om hulp vragen. Hallo, Michelle, breng ons wat techniek zodat we spelletjes kunnen spelen alsjeblieft. Maar ik heb niet zoveel. Maar ik bedenk wel iets. Ik bel je terug. Dus waar bewaart papa al die schoon? Oh, dat is juist. Daar zijn jullie, mijn goede. Michelle, wat doe jij hier? Papa? Dat heb je hier niet meer nodig. Elke techniek is verboden. Ja, meneer. Nou, heb je het meegebracht? Papa heeft me huisarrest gegeven. Nu zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Bedankt dat je ons probeert te helpen. Hé, ga jullie spullen uitpakken. En jullie beiden niet ontspannen. Ja, meneer. Ik mis mijn lieve toetsenbord zo erg. Waarom treuzel je? Je kunt beter al dit afval oprapen. Geen denken aan. Ruim het hier op. Nee. Wat als ik je een gamepad geef en je personage laat besturen? Wat? Welk personage? Het apparaat wordt aangesloten. Je weet wat je moet doen. Oh, ik heb dit zo gemist. Hoe krijg je gamers anders bij het schoonmaken betrokken dan met hun favoriete hobby? En mist die doos daar niet? En nu vooruit. Geweldig. We hebben het gedaan. Joepie. We hebben gespeeld en de rare opdracht van de padvinder gedaan. Dat was best leuk. Nou, goed gedaan. Ik ben toch een genie. Verschillende spelletjes spelen in het echte leven kan al moeilijk genoeg zijn.
Vooral als je vroeger alleen maar katapulten zag in het spel Angry Birds. Wow, ik heb hem geraakt! Wow, goed gedaan! We hebben geen enkel blikje geraakt. Ik weet hoe ik alle blikjes in één keer kan raken. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik het gedaan heb. Meiden, kijk eens wat een grote schelp we nu hebben. Hoe staan we ermee? Alles is onder controle. Wow, met zo'n katapult kun je gewoon niet missen. Dan scoren we heel veel punten. Je kunt me beter niet vragen waar ik het gevonden heb. Ik heb dat kleine ding niet meer nodig. Laten we het samen doen. 1, 2, 3. Bijna een strike. Woehoe, het is ons gelukt. Wow, wat een interessant spel. Mag ik het ook proberen? Joepie, ik heb de tent... Wat is er beter dan frisse lucht? Een werkende computer. Wat saai. De natuur is ongelooflijk en verbazingwekkend in haar diversiteit. Je kunt van alles vinden in het bos. Schattige of gevaarlijke dieren, vreemde planten en zelfs onderdelen voor toekomstige VR-brillen. Kan handig voor mij zijn. Als je je favoriete computer niet aan kunt zetten, moet je je fantasie en creativiteit aanzetten. En daar helpt de natuur je bij. Laatste instellingen. En nu kan ik in virtual reality duiken. Wow, schiet met donder op me. Ik ben de kapitein van het schip. De aarde is aan de horizon. Maar je wilt niet op je hoede zijn als je in de fantasiewereld duikt. Er lijkt iets in onze weg te staan. Oh nee. 1000 joysticks. Ja, het is een ijsberg. Ah. Au. Mijn hoofd. Mia, ben je gewond? Hoeveel stokjes zie je? Ik heb alleen de boom niet gezien. Kun je een dag niet aan je spelletjes denken? Zie je waar je ze gebracht hebben? Het was in ieder geval niet saai. Dit stuurwiel doet me denken aan een racestuur. Als je geen moderne technologie bij de hand hebt, kun je je vermaken met knutselen. Maar je kunt niet zomaar de drang om te spelen tegengaan. Kijk, ik heb een stenen gamepad. Wat heb je gekregen? Ik heb een strik gemaakt. Goed gedaan, wat heb je daar? Stenen gamepad. Ik denk dat het nutteloos is. Hey, heilige koekjes. Dit kamp verbiedt alle gameapparaten, zelfs stenen. Het is ieder voor zich. Zo, vandaag gaan jullie leren hoe jullie zelf een tent moeten opzetten. Dit is een fluitje van een cent. Dit is voor jou. En hoe zetten we op zonder TroomTube en video-instructie? Je hebt tot de middag. Wat je zegt. Hey, zijn jullie klaar? Oh, we zijn halverwege naar succes. In de strijd tegen de gamermeisjes heeft de tent gewonnen. Ik moet nog één ding proberen. Iets bouwen in games is zoveel makkelijker. Oh, ik heb een idee. Ik moet de juiste materialen klaarzetten. En hier is de steen. Ugh, nu kan ik aan de slag. Veel ervaring met het spelen van allerlei strategiespellen is voor Kaya niet voor niets geweest. Zo'n setje kennis en vaardigheden bleek best nodig te zijn. Het is me gelukt. En mijn moeder zei dat het geen zin had om spelletjes te spelen. Ha, Mia verdoet haar tijd ook niet. Haar opdracht is om grondstoffen te delven. Laat me niet in de steek, mijn houweel. Kaya zal verbaasd zijn als ik alles naar het kamp breng. Aan de zon te zien is het middag. Michelle, heeft hij het gehaald? 5 voor haar. Wow, die gamers hebben mijn verwachtingen overtroffen. Het was erg listig met de tent. De andere groepen kunnen nog veel van ons leren. Voor jullie indrukwekkende tenttaakresultaten verdient ieder van jullie een erebadge. Joepie, ik heb een nieuwe prestatie. En nu niet alleen in het spel. Ik heb meer grondstoffen nodig. Mama, we zijn terug. Het kamp was erg leuk. Ik heb jullie zo gemist, mijn schatjes.
Het was cooler dan in welke open wereld actiespel dan ook. Ze zullen geen computerspelletjes meer willen spelen. En ze hebben geen gamepads meer nodig. Nee, hou ze maar. We zijn goed zo. Het lijkt erop dat de meisjes hebben geleerd hoe ze plezier kunnen hebben zonder gadgets in hun handen. Ik hoop dat dit geen droom is. Ik ben zo blij. Ik kan niet echt spelen met deze gamepad. Wauw. Oh ja, mis geen banaan, Kong. Zou jij ook wel eens in zo'n kamp willen zitten? Schrijf je antwoord in de comments onder deze video. Vond je de video leuk? Like hem dan, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot later!